Vorige maand zijn er in Almelo alleen al 33 e-bikes gestolen. Kijk. Wat vindt u daarvan? Het moet niet erger worden. 33, het zijn 33 verdrietige mensen, toch? Ja, en ja, wat moet dat nu verder? Het worden er alleen maar meer, denk ik. Rijdt u zelf op een e-bike? Ja, ik rijd zelf op een e-bike. En kunt u die goed beveiligen? Nou, ik heb hem op twee manieren beveiligd. Ik heb een dubbel slot en ik poets hem niet al te vaak, dus hij ligt misschien niet zo goed in de markt. Bij mijn appartement heeft een e-bike gestolen. Nou, ze was nog geen 5 minuten bij me, maar ze moest iets afgeven. En toen komt ze terug en toen zei ze, oh, mijn elektrische fiets is weer gestolen. Asociaal. Wat vindt u daar verder van? Dat vind ik asociaal. Dat vind ik niet gepast. Nee. Ja, en wat je eraan kan doen, ja, mensen... Dat is de volgende vraag. Hey, volgens mij is het gewoon mensen een beetje opvoeden. Ja. Dat zit een beetje in de jeugd en zo. Maar het toch niet zeggen dat het in de jeugd is, maar het gebeurt. En het is heel jammer. En wat zouden de mensen die e-bikes ontvreemden moeten leren dan? Nou, dat het gewoon niet kan. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. En wat vindt u daar zo verschrikkelijk aan? Ja, ze moeten gewoon van andermans spullen afblijven. Er zijn mensen die daar anders over denken. Ja, is dat zo? Oh. Ja, want die gaan op zoek naar e-bikes. Ja. Schandalig. Is wel erg. We kunnen anders dan niet meer fietsen. Mensen kunnen er niet zomaar van ons stelen. Ja, je weet, die dingen zijn tegenwoordig zo in trek. Je moet gewoon voorzichtig zijn. Waarom zijn ze in trek, denkt u? Nou, omdat ze populair zijn en ze zijn duur natuurlijk. Hè? Wat kan er tegen worden gedaan volgens u? Nou ja, goed vastzetten. Maar dat is tegenwoordig niet voldoende meer, want met een knipschaar kom je tegenwoordig overal. Hè? Ja, dat vind ik wel schandalig eigenlijk, dat er zoveel gejat worden. Ja, dat is best wel heel erg veel. Het zijn ook dure fietsen dus. Maar een half jaar terug, toen was ze even bij me, komt ze toe zeggen... Mijn e-bike is weggestolen en die had pas nieuw, maar 3 maanden had ze weer niet die elektrische fiets. Nou, is verschrikkelijk is dat. Ja. Zijn er nog andere mogelijkheden volgens u om de diefstal van e-bikes tegen te gaan of te beperken? Ja, ik heb nu, mijn e-bike is gestolen en ik heb nu een nieuwe. En dat is eentje van Lelou. En dit is een Rie en die stelen ze niet zo vaak. Oh, en... heb ik mij laten zeggen. Ja, ja. Ja, maar ja. Goed, als u de e-bike aan de ketting legt, dan is dat meestal ook geen goede oplossing. Want die knippen ze toch gewoon door. Ja, als ze hem willen hebben dan... maar hier zit een apart systeem op. Ja. En dan wordt het geblokkeerd, zeg maar. Ze kunnen ook niet zomaar de... accu stelen. Oké, dus dat als ze goed geblokkeerd worden, dan zou dat een goede oplossing zijn. Ja, en ze kunnen deze onderdelen ook niet op andere e-bikes. Dus u zit goed, letterlijk en figuurlijk. Dat hoop ik wel, ja. Achter thuis zetten, op slot, in de gaten houden. Camera's. Nou ja, GPS erin, hè? Dat is het belangrijkste, denk ik. Goede GPS erin en dan kan je hem weer trekken. En dan kan je hem misschien weer terugvinden. Het schijnt een dure business te zijn. Ja, maar ja, wat is uiteindelijk duurder, je GPS of je fiets? Misschien fietsenstallingen meer verlichten of zo, dat meer mensen het kunnen zien. Dat er mensen lopen of zo, ik weet het anders ook niet. Het is al weg, voor je er erg in hebt. Heeft u de oplossing tegen al die diefstallen? Nou, dat weet ik niet. Mijn dochter die heeft zelf een elektrische fiets en die heeft nog met een afneembare accu. Maar die werkt dan in de zorg. Maar als ze weer bij de cliënten binden is, ze neemt altijd accu neemt ze mee. Ze zegt van, anders ben ik gewoon mijn elektrische fiets die ben ik kwijt. En als alle e-bikes nou uitgerust worden met de GPS-tracker, zou dat helpen? Nee, heel eigenlijk eerlijk niet. Meer handhaving door de politie? Bewaakte fietsenstallingen voor e-bikes in het centrum van de stad? Ja, dat kan wel. En wie moet dat aan hun duidelijk maken? De gemeente. Ik vind dat de gemeente dat moet doen. Dat is de oplossing? En natuurlijk handhaving, maar diefstal is diefstal.
Maar als u zegt handhaving, dan houdt ook in dat er meer politie op straat moet komen. Wat de gemeente daar moet doen. Wat de gemeente dan een keuze over moet maken. Ja. En de bewaakte fietsenstallingen voor e-bike, zou dat een goed idee zijn? Ja, maar het hele idee van een e-bike is, nou, dat is sowieso, sowieso. En dingen zijn een hoop geld waard. Dus ja. Maar het is meer dan vervelend wanneer je dierbare e-bike wordt gestolen. Ja. De vraag is even hoe u de fiets afsluit. Hoe ik mijn fiets afsluit? Ja, deze gaat eraf. En ik zet hem op slot en ik doe de ketting. En dan kan die niet meer worden weggenomen. Ja, dat hoop ik. Ja. Ik heb hem nog steeds. Dus ik hoop dat het zo blijft. Maar het zou bijna een idee zijn voor de Moortsiemarkt. Dat iemand het idee inbrengt dat er een bewaakte fietsenstalling voor e-bikes komt in Almorel. Dat zou niet gek zijn, nee. Beetje op een centrale plek, toch? Ja, goed idee. In het centrum van de stad? In het centrum van de stad, nee. In de buitengebieden is dat vrij nutteloos, ja. En meer politie op straat, zou dat helpen? Ja, weet je, ik denk als je het hebt over politie op straat, dan is het een beetje afhankelijk hoe bezwaarlijk je dat vindt door de krant die je leest. Gewoon niet doen! Is het zo simpel? Ja.